Na de moeizame overwinning vorige week tegen Fitboys trof Hoogeveen op papier wederom een wat mindere tegenstander. In de vorm van SVN 69. De ploeg die verloor de openingswedstrijd met 8-1 van Achilles. En vorige week hield men beter stand tegen CSVC, maar verloor men wel. Vorig seizoen via de nacompetitie gehandhaafd in de derde klasse. Openingsfase is duidelijk voor Hoogeveen. Met Jesse de Haas weer in de basis. En hetzelfde gold voor Julian Mol. 8e minuut. Ook SVN dat helemaal niet onaardig speelde. Hier met Denzel van Halen. Legt die bal dan terug. En er is daar een uitstekende mogelijkheid voor Leon Wessel. Tiende minuut. Ja, het stond niet goed achterin bij Hoogeveen. Hier laten Bezuijen en Colbert zich in de luren leggen door Dennis van der Veen. Maar is het Santing die een doelpunt voorkomt. Sifion Diababu, hij ook in de basis bij Hoogeveen. 20e minuut. Voorzet, Danny Kuiper, goede aanname. Kuiper! Ja, en daar is dan de 0 tegen de 1 voor Hoogeveen. Prima voorzet ook van Sifion Diababu. Kuiper zet dan goed zijn lichaam erin. En ja, dit soort kansjes moet je Kuiper niet geven. Vlak daarna. Jesse de Haas. Danny Kuiper. Ja, en dan was er weer gevaar voor het doel van SVN. Dan de 35e minuut. Een heel vervelend moment voor Misha van der Slikken. Krijgt de bal vol op zijn keel en op zijn hoofd. Het spel gaat dan door. Scheidsrechter Henk Rotmensen kijkt wel. Maar laat doorgaan. En ja, achteraf was dat niet zo verstandig. Hier Julian Mol die schiet. Maar het gaat absoluut niet goed met Van der Slikken. Kan dan nog wel lopend van het veld, maar gaat uiteindelijk met de brancard naar de kleedkamer. En wordt in de tweede helft met de ambulance nog naar het ziekenhuis in Zwolle vervoerd voor nader onderzoek. Dan vlak daarna. Kevin van der Veen. Geen overtreding, schrijft Rotmensen. Maar Van der Veen raakt daarbij wel dusdanig geblesseerd dat ook hij het veld moet verlaten. En zo moet SVN-trainer Barry Mulder dus al twee keer wisselen voor rust. Let op, Bassie, tweede paal. Van Halen. Yo, Joy, naar die bal toe. Hey! Er staat de overtreding van Joy Eising en die krijgt daarvoor geel. Je hebt er al twee uitgeschot. Ja, uitgeschot. Dan in de blessuretijd van de eerste helft. Denzel van Halen. Beste man aan de kant van de Nijenvenus. Van Halen 16 meter in. En dan zegt scheidsrechter Rotmensen dat Bezuijen de bal speelt. En dat dit geen strafschop is. Tweede helft. En Rico Schoonen wil dan in de ploeg bij Hoogeveen voor Julian Mol. Eising. Jesse de Haas. En daar laat de doelman Scha die bal los. Maar herstelt hij zich net op tijd. Dan de vrije trap van SVN. Is daar de enorme kans voor Van Halen. Ja, hij kan die bal zomaar binnen tikken. Maar doet dat niet. Voorzet was van Bastian Limburg. Ja, Van Halen weet het ook, maar Hoogeveen, het is gewaarschuwd. Klaas Scha met de uittrap. Wordt die bal doorgekopt, komt de bal bij Van Halen. En opnieuw een uitstekende mogelijkheid voor de Nijenvenus. Ja, Hoogeveen, het maakt het zich ontzettend moeilijk en achterin staat het niet goed. De vrije trap van Anton Bijker. Komt daar de voorzet. En dan is er daar zomaar Dennis van der Veen die die bal binnenkopt.
Ja, op zich een prachtige aanval van SVN. Maar we zullen zien dat Dylan Bezuijen daar zich wel heel makkelijk in de luren laat liggen. Timed verkeerd en daar profiteert dus Dennis van der Veen van. Ingooi, Diababu. Ruben de Haas en een prima redding van Klaas Schra. De corner. Heeft dan niets op. En dan opnieuw Hogeveen. Kan Bezuijen er niet bij en is het Schra die die bal onderschept. Bezuijen dan natuurlijk weg. Schra met de uittrap. Ja, Bezuijen op de terugweg wordt daar verschalkt. En daar is het zomaar Van Halen die alleen door kan gaan. En ja, zo'n kans moet je Van Halen niet geven. Ondanks dat hij er eerder een grote miste. Ja, benut hij dit buitenkantje wel. En is het 2 tegen 1 voor SVN. Nogmaals die prima uittrap van Klaas Schra. Ja, bal wordt dan verlengd. En dan staat het helemaal verkeerd achterin opnieuw bij Hogeveen. En is het Denzel Van Halen die de 2-1 op het scorebord brengt. Ja, dan komt Diano Wolters in de ploeg bij Hogeveen voor Sivion Diababu. Ja, dat is het voordeel voor Edward Sabander. Hij kan wisselen. Kans hier voor Jarno Lunenborg. Ja, hij kan wisselen, maar dan komt er ook echt kwaliteit in de ploeg. Sabander die weer met een andere aanval starten dan vorige week. En Rico Schoonen willen vorige week dus nog in de basis, nu als invaller. En Rico Schoonen willen, nou. Hij doet het op zijn Messi's, kunnen we wel zeggen. Wat een vloeiende beweging. Wat een prachtige doelpunt van Hogeveen. Ja, en zo zie je, als Hogeveen eenmaal gaat voetballen, ja, dan is het ook meteen gevaarlijk. Maar wat een geweldige treffer van Rico Schoonen willen. Corner van Schoonenwille, vlak daarna, 2 minuten later, komt de bal voor de voeten van Dylan Bezuijen. En dan heeft Hogeveen de schade weer hersteld en staat het op een 2-3 voorsprong. Ja, zo snel kan het dan gaan. Prima teruggelegd ook van Dylano Wolters. En Bezuijen, die misschien zijn foutje van eerder daarmee goed maakt. Ja, en dan gaat Hogeveen door. En kan het zo ook maar eens toch nog een grote uitslag worden. Zal wel geflatteerd zijn. Danny Kuiper, Marcel Lindhorst. En daar is het bijna 2 tegen 4. Opnieuw Hogeveen. En opnieuw Kuiper. Schra. Dylano Wolters. Ai, die gaat net over. Maar Hogeveen snijdt als een mes door de boter bij SVN in deze fase. Wolters. Maar dit is geen probleem voor Schra. Dan gaat hij weer. En Rico Schoonenwille. Schoonenwille. Prima balletje. Net te kort. Zit Schra mis. Danny Kuiper terug op Dylano Wolters. En via Schra gaat die bal opnieuw naast. Kans op kans in deze fase voor Hogeveen. Maar nog steeds matje. Maar 1 en hier de kopkans. En Edwin Santing die bal onderschept. Zo blijft het dus opletten geblazen. Maar opnieuw Hogeveen met Enrico Schoonenwille. Marcel Lindhorst. Dat heeft hij wel eens beter gedaan. 92e minuut. Niels Vriend met de voorzet en die bal die belandt zomaar op de lat. Ja, daar ontsnapt Hogeveen toch in die slotfase. 92e minuut zitten we inmiddels en dan de 94e minuut. Anton Bijker, alles en al iedereen naar voren en de kopbal. En die is voor Edwin Santing. En zo wint Hogeveen voor de tweede keer op rij, maar opnieuw ging het moeizaam.